de zomer met een korte broek en met overhemd aan. Dus dit is een hart, ja. Klopt inderdaad. Een rare vergelijking. Ach, raar is het voor ons niet en voor onze dirigent zeer zeker niet. Hé, kan je erbij aan, meneer Veldman? Jazeker. Voor mij is kerstmuziek tijdloos. Ik ben het hele jaar in voor kerstmuziek. Ik begin ook altijd al tijdens de zomer met het arrangeren van alle intro's en de koormuziek voor kerst. Dus ik ben al heel snel kerstvaardig en kerstbereid om er iets moois van te maken. En je kunt de koorleden ook heel gauw warm maken voor dat je zelf arrangeert? Ja, het is in verhouding gaat het eigenlijk vanzelf. Ik heb nog nooit iets gehad dat ik denk van nou, dan wordt het ingewikkeld. Ik ken het koor natuurlijk heel goed, dus ik schrijf niet wat het koor niet zou kunnen zingen. Ja, we hebben met elkaar een fantastisch koor, maar daar kun je ook mooie muziek voor schrijven en dan gaat het ook fantastisch klinken. Dat is een mooie garantie. Ja, ik ben heel enthousiast over het mogen wezen van het koor. Ik vind het hartstikke mooi, geweldig. Het was een heel mooi concert. Wat heeft u zo onder de indruk gemaakt? In ieder geval dat eerste stuk, die Böhmische Hirtenmessen, die vond ik heel erg mooi. En het allerlaatste, het Stille Nacht. Dat is helemaal, nou, daar word je echt stil van. Kunt u dat beamen? Ja, zeer zeker. Ik merk aan het koor, de enthousiasme van de koorleden. Met zo'n dirigent, dat kan niet anders. Dat moet goed zijn. Hebben jullie nog invloed op wat Gesinus maakt? Ja, zeker. Gesinus stelt het voor en het bestuur beslist in principe wat er gezongen had. Maar hij is wel de muzikale leider. Goed. Heer, ik dank u voor dit interview. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan.